Wel, ik ben een docent die echt de student centraal probeert te zetten. Elke student heeft een rugzakje met talenten, met dingen die ze goed kunnen, maar ook dingen die ons soms een beetje tegenhouden. Dat kan faalangst zijn, perfectionisme, een moeilijke thuissituatie. En wat ik eigenlijk probeer te doen, is op zoek te gaan naar die talenten in dat rugzakje. Dus eigenlijk de student in hun eigen kracht laten staan, waarbij de student eigenlijk zichzelf soms kan overstijgen, als het ware. Jurgen is heel erg ambitieus en hij kan zijn ambitie ook heel goed overbrengen op studenten. En ik vind dat ook wel heel inspirerend. Dus hij kan heel erg over zijn loopbaan vertellen en hij laat je heel erg zien wat de mogelijkheden zijn als je echt je best doet en er echt iets van wil maken. Wat ik zelf heel belangrijk vind is interactie en zinvolle interactie. En een student een kleine vraag stellen met een ja of nee antwoord, dat is voor mij geen echte substantiële interactie. In een hoorcollege is dat net iets moeilijker, maar dan gebruik ik methoden zoals Mentimeter bijvoorbeeld, waarbij studenten kunnen stemmen over relevante actuele stellingen. Of een wordcloud bijvoorbeeld, waarbij we eigenlijk samen met woorden iets proberen in beeld te brengen. Maar wat eigenlijk vooral interessant is, zijn die kleinere werkcolleges. En wat ik absoluut wil vermijden, is een paar vragen stellen aan 1, 2, 3 heel actieve studenten. Bij mij moet en zal iedereen antwoorden. En in het begin schrikken studenten daar soms wel even van, maar dat is heel belangrijk. Je weet dat je vragen gesteld krijgt. Het is geen college waarin je gewoon kan gaan zitten en ik luister wel en ik typ een paar woordjes mee en vervolgens ga ik weer naar huis. Maar nu met COVID-19 moeten we op afstand onderwijs geven. Dat werd een uitdaging. En ik heb geëxperimenteerd op heel korte tijd, in een paar dagen, met verschillende vormen. Bijvoorbeeld een PowerPoint met voice-over. Maar wat ik eigenlijk vooral heb gevonden is een tool. En die tool noemt Edpuzzle. En daar is het eigenlijk het plan dat je als docent een video opneemt, maar wel met een duidelijk script voor ogen. Waarbij je in die video vragen sleept, zowel multiple choice, korte vragen, als open vragen. En als de vraag verschijnt, stopt de video en moet elke student antwoorden. Dus je hebt interactie op een graad van 100% als het ware. We gaan nu over naar opdracht nummer 2. En bij opdracht nummer 2 is het natuurlijk belangrijk om eens aan een goede definiëring te doen. Wat is nu eigenlijk de definitie? Wat is responsief bestuursrecht? Wat ik wel veel heb gezien is dat docenten dus eigenlijk van tevoren materiaal hebben opgenomen en dat op Canvas plaatsen, waardoor er eigenlijk helemaal geen interactie mogelijk is. Wat dat betreft springt hij er wel uit, omdat het heel erg interactief is. En ik ben zelf iemand met heel veel passie en enthousiasme voor mijn eigen vakgebied. En dat probeer ik ook over te dragen op de studenten. Ik ben in het vakgebied van het publiekrecht, waar eigenlijk de grote maatschappelijke vragen centraal staan. Waarbij de overheid optreedt in relatie met de burger. Welke spelregels spelen daar en hoe kunnen die verbeterd worden? En heel graag leid ik de studenten op om een kritische, maar constructieve houding te hebben. En eerst dan hen heel veel kennis te geven, dat doen we ook natuurlijk, wil ik hen skills aanleren. Skills waarmee ze de komende jaren zelf hun eigen weg kunnen banen in het leven en ook in de job die ze straks hierna gaan uitoefenen. Wel, als docent wordt er verwacht dat je een basiskwalificatie onderwijs behaalt en dan naderhand een senior kwalificatie onderwijs. Soms wordt dat een beetje als een last gezien, maar ik vind dat echt heel belangrijk. Dus ik heb snel die BKO willen halen, ook die senior kwalificatie onderwijs, ondanks het feit dat ik nog maar een jonge docent was en nog altijd ben eigenlijk. Maar hoe ik mezelf eigenlijk blijf ontwikkelen, is mezelf kritisch in vraag stellen en daar feedback van studenten voor vragen van wat kan beter volgens jullie? Een van de dingen die ik nu aan het doen ben, zijn korte kennisclips over belangrijke thema's vormgeven, die niet langer duren dan 2, 3, 4 minuten en die we vervolgens kunnen uitdiepen met elkaar. Nederland is dus zo'n gedecentraliseerde eenheidsstaat met enerzijds een centrale overheid of rijksoverheid en anderzijds worden ook bevoegdheden toevertrouwd aan lagere, decentrale overheden, namelijk de gemeenten, provincies en waterschappen. Ja, we hebben natuurlijk als faculteit goed nagedacht over wie nou onze universiteit zou kunnen vertegenwoordigen. Wie is nou een docent die de studenten motiveert, activeert, inspireert. En Jurgen Goossens is bij uitstek zo'n docent. Dus je ziet aan de manier waarop hij lesgeeft, de manier waarop hij zijn colleges voorbereidt, de creativiteit en zijn gedrevenheid die hij erin steekt, die maakt het voor de student ontzettend leuk. Hij weet dat tot leven te brengen en dat is ongelooflijk belangrijk. Ik vind Jurgen docent van het jaar omdat hij mensen heel erg in zijn kracht zet. Hij heeft mij begeleid tijdens het schrijven van mijn thesis. En ik ben
niet zozeer een onderzoeker. Ik zag eigenlijk best wel tegenop om een thesis te moeten schrijven. En hij heeft mij er eigenlijk feilloos doorheen geloodst. Juist door constant kritiek te blijven geven. Maar niet zozeer negatief, altijd opbouwend. En ook ruimte laten voor je eigen mening, je eigen visie. Ik vind dat hij docent van het jaar moet worden, omdat hij super betrokken is. Heel enthousiast en echt passie heeft voor zijn vak. Voor mij, de docent van de toekomst, is een inspirator en een facilitator. En vooral het faciliteren van de student, het beste in elke student naar boven halen en daarvan gebruik maken van verschillende methodieken en didactieken, dat is de docent van de toekomst. Iemand die inspireert en faciliteert, zodat studenten boven zichzelf kunnen uitstijgen en ook daarna, na hun academische loopbaan, nog heel mooie dingen kunnen doen in de maatschappij.